Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is onderhand al tweede kerstdag, dus de dagen gaan nu echt super snel. Over een paar dagen kunnen we het vuurwerk al ophalen en daarna kijken en stiekem al afsteken of weet ik veel wat. Het is al tweede kerstdag en ik dacht van dit is een leuke gelegenheid om deze video online te gooien. En vandaag ga ik dus reageren op oude video's. In deze video, die ik nog even deel 1 noem, ga ik reageren op video's, compilaties van ons die we vroeger hebben gemaakt. Dus vanaf 2010 tot en met 2013-14 denk ik dat ik daarop reageer in deze video. En daar komen een aantal leuke fragmenten in voor en komen in aanraking met politie, weet ik veel wat. En ik dacht, daar ga ik op reageren. Dus, jullie zullen het zien. Dit is 2010-2011. Nou, je ziet al dat dat beeldkwaliteit met een fucking BlackBerry is opgenomen, maar nog best wel een goede kwaliteit. Twee mensen die filmen, echt zo van, wie filmt er? Ja, op zich is het wel leuke kwaliteit. Kijk, hier deden we vuurwerk in Vla. Wie ons al langer volgt, die weet dat wij dat in Vla deden en dan vervolgens filmen hoe het eruit ziet. Ja, dat moesten we altijd doen, bijna elk jaar. Misschien dit jaar ook weer eens gewoon lachen. Volgens mij is dit 2012, ja? 2012-2013. Die video is ook over de miljoen keer bekeken. Is echt fucking ziek. Nou, hier waren de edits al beter. De kwaliteit was beter. We maakten matten. Dat is echt een ziek hexekick. Nou, hier, dit is een grappig stuk. Want hier steekt iemand een vleetaltje af en je ziet hen daar schrikken. En dit is ook gevaarlijk, want het vliegt gewoon een vuurtouwtje langs mij, moet je opletten. Zo. Stel maar zo dat ik gewoon in mijn oog vloog, hè. Maar goed dat dat niet gebeurde. Hier is natuurlijk weer Vla. Zo. Wacht even. Wacht, waar gaan we nou heen? Waar gaan we nou heen? Is Vla illegaal dan? Ja, is Vla illegaal. Is Vla illegaal? Nou, we waren duidelijk wat jonger. Grote groep waren we. Nou, natuurlijk kijken hoe het resultaat eruit ziet. Ja, zeg maar uit elkaar natuurlijk. Maar dit vind ik persoonlijk een van de beste heksenkringen die wij gemaakt hebben. Gewoon normaal ergens inschieten, hè? Ja, hier. Normaal, hè? Romeinse kaars aan elkaar. Gewoon normaal schieten, zeggen we nog om. Die mensen toen, die schoten overal naartoe. Beetje gevaarlijk, maar... Kijk, jij mijn tas beneden daar, mijn tas! Ja, hier, dat deden we bijvoorbeeld in water. Gewoon creatief zijn. Oké, dit is al 2013-2014. Toen gingen we voor de eerste keer naar Duitsland. Inladen natuurlijk. En was wel echt een happening. Dat is echt nice de eerste keer. En toen hadden we ook een 10 uur project gemaakt. Allemaal sick 6 pijlen. En ik moet zeggen dat deze aardig goed gelukt was. De filmen ging alleen wat minder. Want ik had nog geen statief. We hadden geen statief toen nog. En ik viel ook het project. Dus we gingen eens aan de zijkant staan. Daar staan nog een tas. Een hele tas zoals je zag. En deze rent weg en hij rent erop af. Dus dat is gewoon echt niet gezien. Ja, dit is het resultaat. Het was echt een mooi project. Jullie kunnen altijd nog die compilatie nog terugzien, hè? 2013-2014. Ja, in die compilatie kwam ook de politie. Je ziet hier onze hoofden echt zo van shit, wat moeten we doen? Tassen waren natuurlijk goed gevuld. Je ziet daar die agent op de fiets. Dat was echt wel even een momentje dat we dachten, wat moeten we nu? Je ziet iedereen kijken ook van, kan ik ergens ontsnappen of wat de fuck? Hier, deze jongen die stopt nog even snel het illegale onderop, zodat het niet gezien werd. Enorm aardig doen tegen die agent. Ja, het heeft uiteindelijk wel geholpen, want de agent die had niks gevonden. Dit is ook een leuke shot, want hier schoten we allemaal een shot af. En bij één jongen ging hij niet af en moet je kijken waar hij belandt. Ja, dat is mooi. Een mooi stuk. Hier kwam weer politie trouwens. Moet je horen. Goedemiddag, heren. Je zal het nog een keer zien.
Het waren twee agenten inderdaad, kan me nog herinneren. Twee vrouwen. En eentje had zo'n korpschef ding hier op de schouder. Gewoon zo'n... die echt een baas was. We gingen gewoon daarna verder. Maar die agenten die zagen echt ons vuurwerk aan voor groen bloemen. Dat is echt niet normaal. We lieten gewoon die tassen zien met die draten en het was goed. Nou, we waren dus voor de eerste keer dat jaar naar Duitsland gegaan. Dus we hadden wat meer siervuurwerk. Dus we konden ook wat meer kloten. Hier, pijl die uit Duitsland is zo over het water schiet. Dat zijn mooie beelden, vind ik. Nou, dit was de video. Dus als jullie dat willen, maak ik ook een deel 2. Laat het even weten in de reacties. Geef dan even een like. Vergeet niet te abonneren. En over een paar dagen mogen we het vuurwerk halen. En ik denk dat jullie niet kunnen wachten zoals ons. Dus ik zie jullie bij de volgende video.